Vandaag laat ik jullie 4 manieren zien hoe je met botercrème cakejes kunt decoreren. Voor het recept voor botercrème kun je mijn vorige video bekijken. Met een lepel doe ik de botercrème in de spuitzak. Vervolgens duw je voorzichtig de botercrème naar voren. Ik gebruik vandaag een stervormige tip. Draai de spuitzak goed dicht en wikkel het gedraaide deel om je wijsvinger. Op deze manier kun je met je rechterhand spuiten en met je linkerhand de cupcake vasthouden. Voor de eerste cupcakes beginnen we in het midden met spuiten. De spuitzak hou je bijna horizontaal en met je linkerhand draai je de cupcake rond. Voor de tweede cupcake hou je de spuitzak recht boven de cupcake en hou je deze tijdens het spuiten op dezelfde plek. Dan stop je met spuiten en haal je de spuitzak voorzichtig omhoog. Bij de derde cupcake doen we hetzelfde als bij de tweede cupcake, maar nu in het klein. Je maakt kleine spuitjes over de hele cupcake en op het laatste nog eentje bovenop in het midden. Sorry dat mijn hand hier een beetje voor zit. Hier kwam ik achteraf helaas pas achter. Bij de vierde cupcake doen we hetzelfde als bij de eerste cupcake, maar nu doen we het ook in het klein. Je houdt de spuitzak een beetje schuin en draait rondjes vanuit het midden. De cupcake draai je ondertussen met je linkerhand. Bedankt voor het kijken en tot snel!